En grootse plannen zijn er dit jaar met Overbridge, een van de bekende resorts aan de Suriname rivier. Er moeten zo'n 150 tot 195 bungalows bijkomen. Gedacht wordt aan veel vertier voor kinderen en spannende jungle trips. De luchtvaartmaatschappijen TUI en Suriname Airways zijn positief gestemd over de plannen. Ook Henry Wong, oprichter en directeur van Overbridge, is enthousiast. In de radio- en televisiespecial Meer dan toerisme praat verslaggever Sam Jones over de toekomst van Overbridge. Dus nieuwe plannen voor Overbridge. Er zijn redelijk veel accommodaties in Suriname, maar dat zijn voornamelijk hotels. Daarom zijn er plannen om hier op Overbridge meer bungalows te bouwen. Dat zegt architect André Nobel, die betrokken is bij de uitbreidingsplannen. En wij hebben nu een plan gemaakt met 150 bungalows. Gevarieerd van 2, 4, 6 en 8 persoons. Met daarbij een zwembad, een golfslagbad. Met glijbanen, wildwaterbaan en dat soort dingen. Zodat voor toeristen, met name uit Nederland, maar ook uit andere landen, gezinnen beter terecht kunnen. En dat de kinderen voldoende speelmogelijkheden hebben. Want naast het zwembad, het golfslagbad, komen er ook nog allerlei andere activiteiten. Het wordt een soort ponypark Slagharen? Nee. In de tropen? Nee, zeker niet. Het wordt meer een soort centerparks open lucht. Henry Tlorich, tour operator van Purity Tours and Services en agent van de luchtvaartmaatschappij TUI, gelooft ook in die plannen. We hebben dus afspraak gemaakt ten aanzien van een grootschalige lodge en dat zal Overbridge worden in de toekomst. Een Time to Smile lodge. En TUI is dan dit jaar begonnen met het inzetten van de Dreamliner op Suriname, samenwerking met de SLM. En we hopen dat de geleidelijke groei toerisme in Suriname een geweldige steun omhoog krijgt. Hoe kijkt Robbie Lachmisien, directeur van Suriname Airways, aan tegen deze plannen? Ja, dat is positief natuurlijk, want dat is wat ontbreekt in Suriname. Je kan geen grote groepen, en met grote groepen bedoel ik toeristen brengen. Met grote groepen bedoel ik zo'n 40, 50 man die bij elkaar willen blijven. En Overbridge gaat investeringen plegen. En wij, zoals u weet, behoort Mets tot de SLM-groep. En wij hebben ook plannen om Cola Creek uit te breiden met zo'n 30, 40 bungalows. Waardoor we ook toeristen hier naartoe kunnen trekken, onder eigen beheer verder kunnen verzorgen en alles, noem maar op. Daarvoor hebben we nogmaals ons tour operator met. Terug naar Overbridge. Clyde Trolleck, inderdaad de zoon van Henry, maar ook van de International Tourism Group, is in het buitenland wel toeristische belangstelling voor Suriname? Ja, voor zover ik weet, zeker is hij er. Omdat wij weten dat TUI die markt ook geïdentificeerd heeft. En die markt is enorm, groot genoeg om een nieuw park te vullen. Het gaat ongeveer 20 miljoen kosten. Ja. Hoe ga je dat financieren? Nou, in principe gaan we dat met Engelse financiers financieren, maar er is zoveel animo vanuit Suriname ontstaan dat we besloten hebben om het project in twee fases op te knippen. Fase 1 van 8,5 miljoen gaan we dus bij de Surinaamse financiële sector pitchen en mogelijk wordt het door hun gefinancierd. En fase 2, 11,2 miljoen, blijft bij de Engelsen liggen. En zo hebben we totale 20 miljoen eigenlijk door twee partijen gefinancierd gekregen. De Surinaamse partij voor fase 1 en de Engelse voor fase 2. Een reportage was dit van Sam Jones in het kader van zijn radio- en televisieserie Meer dan toerisme. Mede mogelijk gemaakt door Suriname Airways. En op de vakantiebeurs die van 10 tot 14 februari in Utrecht, Nederland gehouden wordt, is Suriname wederom vertegenwoordigd.